ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben echt al 2 uur wakker. Het is nu pas 8 uur, maar ik moest nog iets inleveren voor school. Dus dat heb ik vanochtend gedaan. Ik heb net gedoucht, dus mijn haar is echt super pluizig, maar ik moet zo op school werken en het is wel prima. Dus ik ga nu naar school. Het is 7:50 en ik moet er om 8 uur zijn, dus ik moet even een beetje opschieten. Na school ga ik pakketjes unboxen. Of ga ik die morgen halen? Ik weet nog niet precies. Maar in ieder geval leuk dat je kijkt. Het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik echt niks gefilmd. Dat komt omdat ik moest werken na school. Dus ik had ook niks om te filmen. Helemaal buiten aan van de trap lopen. En vanaf nu wordt het echt een mega leuke week. Dus blijf zeker kijken. Oké. Ik was net helemaal buiten adem. En ik zag er echt niet uit. Ik heb even wat make-up op mijn gezicht gedaan. Niet omdat ik er voor de camera goed uit wilde zien. Nou, eigenlijk wel. Ik ga namelijk even een video opnemen. Het is wel echt best wel donker buiten. Maar ja, de video moet toch opgenomen worden. Dus ik ga het gewoon lekker nu doen. Dus ik heb even wat make-up op mijn gezicht gedaan. Ik had vandaag dus stage. Dus dat heb ik net gedaan. En ik wil bij dit plekje even een video opnemen. Ik ga namelijk een unboxing filmen voor My Jewelry met een winactie. Dus als je nog niet meedoet, doe zeker mee. Lijkt mij heel erg leuk. Dus dat ga ik nu eventjes opnemen. En ik ga even een lamp neerzetten, zodat ik wat beter licht heb. Ik heb avond gegeten en ik ga nu een drankje doen met Am. Gewoon bij mij hier in de buurt. Dus ik heb even mijn sieraden omgedaan van My Jewelry. En dan let's go. De teddy is van Lofies en de trui is van... En de trui is van My Jewelry. Hij ziet er niet heel roze uit. Oké, we hebben een roze pink gin. En een normale gin. Met Am. Oké, ik zal hem even reviewen. En? Ik vind het dus echt niet te zoet. Ik vind het echt heel lekker. Ja? Hij ziet er ook niet te zoet uit. Hij is normaal heel roze. Heel sterk. Deze is wel een beetje sterk. Ja? Wel lekker. Ik heb ook nog een pakketje van Le Olive. En ik dacht, het is wel even leuk om open te maken. Oké, ik moest hem even openmaken. Maar ik vind het zo leuk ingepakt. Dit kan je toch zo leuk als cadeautje geven. Echt bizar. En al die kleine dingetjes komen in van die leuke zakjes. Dus hierin zit een pasjeshouder. Want ik wil dus niet meer mijn pasjes achter op mijn telefoon doen. En ik vond deze echt heel erg mooi met JLS. Dus ik ga proberen mijn pasje hier allemaal in te doen. En dan... Oh, mijn serie gaat aan. En die dan allemaal zo mee te nemen. Heel erg mooi. Dan deze. En dan zit het in zo'n mooi vloeipapiertje. Ik heb namelijk zo'n kimono. En dan heb ik op de achterkant in het zilver mijn naam neergezet. Janette. Heel mooi. Ik heb hem in maatje SM. En er zitten hier ook gewoon zo'n... ding mee waar je hem zo om kan doen. Heel erg leuk. Super mooi. Dus dat is zo'n mooie kimono. En je kan er dus ook voor kiezen om op de borst je naam neer te zetten of je initialen. Maar ik heb ervoor gekozen om het zo aan de achterkant neer te zetten. Echt prachtig. En dan heb ik nog een hele leuke roze pyjama. Echt mega mooi. En daarbij zit dit topje. En dan heb ik hier gewoon mijn naam neergezet. En daarbij zit ook een broekje. Deze. Echt, deze zijn echt super fijn. En het ziet er gewoon echt mega mooi uit. Dus dat is deze pyjama. Echt heel erg blij mee met alles. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik moet een beetje opschieten, want ik ga vandaag foto's maken met Donna in Rotterdam. Dus echt heel veel zin in. Ik heb... alles klaarstaan van waar ik foto's wil maken. Van wat ik foto's wil maken. Ik heb mijn make-up gedaan. Deze hele leuke roze trui van Lovies. Met daaronder een rokje van Naked. En ja, ik ga vandaag gewoon lekker voor jullie filmen. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus dat is leuk. Ik ga nu naar Donna toe om haar op te halen. Want we gaan dus naar Rotterdam. En we gaan met de auto. Zodat we lekker... Oh, ik had die lamp er niet uit om foto's te maken. Dus dat is echt super chill. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En ja, ik ben benieuwd hoe de foto's gaan lukken. Ik heb er wel veel vertrouwen in voor vandaag. Oké, ik ben met Donna. Yay! Herenigd. Yes! Welke?
Oh ja, heel leuk. Ja. Dus we hebben de eerste. Ja, we hebben. Of wil je nog voor de zekerheid? Nee, ik ben echt content. Oké, oké. Nou, we zijn dus in Rotterdam. We zijn als eerste hier. Heel mooi. Dus daar zijn we nu foto's aan maken. De eerste outfit staat er al op. Dus dat is zeer fijn. En leuke jas heb jij aan. Van Naked, van Donna. Trui van Lovie. Nee, ik heb al gezegd. Doei. Oké, we zijn bij locatie nummer 2 met outfit nummer 2. Blazerjurkje van Most Wanted. Ja, dat is ook heel leuk. Dat doen we. Het is geen foto, dus je moet even gaan staan voor de kaartje. Nou, wij zijn echt al 100 locaties verder. We zijn nu bij het stadhuis in Rotterdam. En we gaan nu een van de laatste foto's schieten. Ja. Ik ga even hem neerzetten. Oké, ik ben terug van foto's maken met Donna. We hebben als het goed is echt heel veel leuke foto's kunnen maken. Dus dat is super fijn, want ik had het ook echt nodig. En ik heb dus een nieuw pakket binnen. Het is een beetje jammer, want dan had ik het nog voor het foto's kunnen maken doen. Alleen, die ga ik even voor jullie openmaken. Nou, het is namelijk echt deze mega grote doos. Ik mocht mijn favoriete items naar hun sturen. En het is een samenwerking eigenlijk voor... volgens mij is het voor Instagram, dacht ik. Maar ik vind het toch wel leuk om even te laten zien. Ja, dus het is eigenlijk voor een samenwerking voor Instagram. Maar ik dacht wel even leuk om te laten zien. Dit is namelijk een pakketje van Tess V. En ja, het is echt een hele leuke webshop. Als eerst zit er echt een mega mooi pak in. Ik zag hem al staan en ik dacht, als ik deze krijg, I love it. Ik heb de broek in een maatje M. Het is gewoon een pantalonbroek. Heel erg mooi in een roze kleur. En daarbij hoort natuurlijk ook een blazer. En die blazer heb ik dan in een maatje S. En dat is deze blazer. Echt super mooi. Dus dat is een helemaal zo'n pak. En ik vind dat gewoon echt zo leuk en gaaf eruit zien. Dan heb ik een hele leuke blazer. Dan heb ik een hele leuke trui. En dat is deze. En deze kan je dus dragen als een jurkje. Echt heel leuk. Dus die ziet er zo uit. En ik heb dus van die nieuwe zwarte laarzen. En toen dacht ik, hoe leuk is dit? En dan met van die lange zwarte laarzen erop. Echt geweldig. Dus dat is deze. Dan zit er een hele basic trui in. Maar ik dacht, hoe handig is dit? Want deze is gewoon echt helemaal wit. En ik hou er echt van. Het is gewoon een witte trui. De Lexi Knit in White. En hij heeft dus een beetje van die ballonmouwen. En dat vind ik gewoon altijd heel erg mooi eruit zien. En, oh. Dus ik hou echt van dit soort truien. Heel fijn. Ik dacht dus gewoon dat ik mijn favorieten mocht sturen. Maar ik wist niet dat ze alles gingen opsturen. Echt heel leuk. Oh, heel leuk. En er zit dus ook een jas bij. De teddy coat in black. Oh, deze is echt top. Deze is €60. Deze is in een one size. En dit is gewoon een lange zwarte teddy jas. Nou, deze is echt geweldig. Dus deze ga ik sowieso meenemen. Want ik ga namelijk nu 2 dagen weg met mijn vriend. Hij is nu net terug van vakantie. Dus ik ga zo naar hem toe. En ik ga nu mijn spullen inpakken. Dus dat is helemaal prima. Nou, ik ben weer herenigd met de boyfriend. Dus we hebben lekker pizza besteld. We gaan nu pizza eten van Fratelli. Dus dat is heel lekker. En we hebben elkaar zo lang niet gezien. Dus Temptation om te kijken. Expeditie Robinson. Allemaal leuk, leuk, leuk. Maar eerst even lekker eten. Waarom ging je helemaal naar beneden? Ja, de brievenbus. Ik moet even checken. Wat veel. Ik heb al een tijdje naar de brievenbus gekeken. Oké, gaan we lekker eten? Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb deze nieuwe truijurk aan van Tess V. Die ik gisteren had in Bulks. Met een panty en laarsjes. Het is nog heel vroeg. Ik moet nu van 8 tot 5, nee, op school werken. Om 8 uur begint het. En daarna ga ik met mijn vriend naar een hotel. Dus dat is heel gezellig. Maar ik moet nu vandaag eerst naar school. Dus jullie zien mij na school.
Oh nee, misschien in de middag. Want in de middag ga ik heel even kort naar huis. Omdat ik een pakketje heb gekregen. En er zitten laarzen in die ik hieronder aan. Ik ben nu thuis, want ik heb pauze. En er is echt een mega groot pakket binnengekomen van Naked. Dus die ga ik eventjes openmaken. En dan ga ik eruit even de items halen die ik mee wil nemen. Er komt nog een aparte video van online. Maar ik wil dus heel graag de laarzen eruit. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan moet ik echt mega snel mijn tas inpakken. Anders ga ik er niet redden. En deze laarzen zitten erin. En ik dacht, hoe leuk staan deze laarzen hier. Dus die ga ik zo aandoen. En ik ga nu snel mijn tas inpakken. Kan je wel de muziek heel even zetten? Oké, wij zitten in de auto. We zijn onderweg naar Breda. En daar gaan we met de fam eten. En dan gaan we daarna gaan we naar een hotel in Breda. Hoe heet het hotel? Weet je dat? Dat hotel heet de Roy Pannen. Oh, ik ken dat. Ik ken iemand die daar op school zat. Oké. Leuk. En ik heb net een zelftest afgenomen, die is negatief. In de auto. Nu ben jij aan de beurt, schat. Nou, stop hem er maar in. Oké, nou, we hebben de hele avond gegeten en gedronken. Was heel gezellig. We zijn nu aangekomen tot de hotelkamer. En het is dus de suite. Nou, ik zal het even laten zien. Hier kom je dus binnen. Heb je hier de badkamer. Heb je dus twee douches. Ja, het is wel echt een mooie badkamer. Vind je dit mooi in je huis, als je dit zou hebben? Kijk dit dan. Twee douches. Oh, twee douches. Zo. Wat had ik hier gedaan? Oké, nou, en dan ziet zo de kamer eruit. Jullie gewoon spullen. Outfit check. Nee, maar heel mooi. Met een soort woonkamergedeelte. Nou, wel heel leuk. Ik doe wel alvast de gordijnen dicht. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En wij zijn wakker geworden in onze hotelkamer. Ik vond je het bed lekker liggen? Vond het ook wel fijn. Maar ik vind wel dat het niet een suite is. Het is gewoon een mooie kamer, maar het is geen suite. Zijn we eens, toch? Ja, goed wel, ja. En ik heb net gedoucht en ik ga nu even me opmaken. En dan ga ik daarna nog even mijn haar feunen, want het ziet er echt niet uit. Alleen die hele... Het helemaal zo beslagen... De douche. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Wat ik aan heb is een trui van Naked, broekje van Chiquelle en laarzen van Mosi Amsterdam. En we gaan dus nu weer weg. Hoe laat is het? Hier. Waarom ligt hier een kussen? Oké. Okay. Dus. En daarna gaan we Breda in. Dus dat is wel heel leuk. Nou, wij zitten in de auto. Wel echt chill dat je dit hebt gekocht. De vitamine D en C. De eerste D. Ga rechtsaf naar Markendelserweg. Oké, wij zijn in de Zara. Ik mag van mezelf alleen niks kopen. Ik vind wel dat ze best wel een leuke nieuwe collectie hebben. En ik vind in Breda dat ze ook een hele mooie winkel hebben van de Zara. Ja, dat is mooi. Het is echt mooi. Het is een beetje het lijken op de Van de Mal. Van de Mal is net zo mooi. Links. Maar kijk, deze zijn veel groter. Zie je wat ik bedoel? Ik vind het wel leuk daar zijn. Ja, maar deze zijn ik wel heel lang. Nou, wij waren net in Breda. We hebben niks gekocht. Ik had wel bijna nieuwe laarzen gekocht. Ik heb het toch niet gedaan. We hebben wel badolie gekocht. Panty. Nieuwe lipgloss. En we zijn nu bij... De McDonald's. Yay. En dan zijn we onderweg naar het nieuwe hotel waar we naartoe gaan. Maar het is nog een uurtje rijden. Dus zin in. Maar ik zat wel een beetje te kijken. Want ik had dus een hotel geboekt. En er stond bij... Nou, we hebben wel een chille kamer. Want het is een luxe kamer met bad. Maar er stond bij van dat je een zwembad en zo had. Maar volgens mij moet je daar gewoon van extra voor betalen. Ze hebben ook een mini golf aan. Komt goed. Oké, wij zijn aangekomen in het hotel. Ook heel fijn dat dit zo is.
Nou, en dit is de kamer. Heel erg mooi is het. Ik doe het raam wel dicht. Oh, volgens mij zit hij dicht. Nou, we hebben hier gewoon dit. Zo. Hier een tafeltje. De boyfriend. We hebben een keukentje. En dan hebben we dus hier een soort bad. Met een lekkere douche. Nou, helemaal top. Helemaal mooi. We hebben net de... Nou, nee, niet de laatste. De ene laatste aflevering van Temptation Island gekeken. En we zijn nu helemaal ready. Want we gaan hier bij het hotel eten. Laatste avond dat het kan. Dus we hebben er zin in. Wat ik aan heb... is... dit leren jurkje. En deze is van de Vero Moda. Of hoe je dat ook uitspreekt. En we gaan nu uit eten. Doei! Het ziet er wel heel goed uit. Het lijkt niet eens op een cappuccino. Er zit wel een vlieg. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Ik ga even vloggen. Oh, wat zie ik eruit. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we hebben echt heel lekker geslapen. En we gaan vandaag naar de wellness. Of naar de spa, of hoe je het ook wil noemen. Eeuw, wat is dit? Dus we gaan nu even ontbijten. En dan gaan we daarna gaan we daar naartoe. Dus dat is wel heel erg chill. Zin in. Oké, wij gaan naar de wellness. Het ziet er wel mooi uit. En we zijn uitgecheckt. En ik loop hier mijn laarzen in het jongenspak. Oké, ik ben weer thuis van het weekendje weg. Nou, het is vandaag zaterdag, maar de twee dagen is weg. Het was echt super, super leuk. Ik ben wel echt best wel moe. En mijn kamer is echt ontploft. Het lijkt wel een soort pakketpunt. Dus ik moet echt gaan opruimen. Dat ga ik nu doen. En ik moet ook echt kleren gaan verkopen. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Heel erg. Ik had ook nieuwe laars gekregen van Naked, maar ze passen gewoon echt niet. Dus ze staan op mijn Vinted voor als je ze wil kopen. Ik had ook nog een pakketje, want de rest had ik al binnengekregen. Volgens mij zit dat in een andere video. En dit moest ik nog krijgen. En daarin zit dus een jurkje. En die vond ik er wel heel erg mooi uitzien. Een soort satijnen jurkje in een beetje een bruin-roze kleur. Dus dat is deze met een riempje. En ik had deze in de maatje S. En deze is €45. Heel leuk. Dus dat is gewoon een leuk jurkje. Ik weet eigenlijk niet of ik had gezegd. Maar ik ben nu bij Eve. Volgens mij had ik het wel verteld. En we hebben eten gemaakt. Geroosterde broccoli. Met zalm. En zoete aardappelfrietjes uit de airfryer. Ik kan het sowieso wel op de... Ja, dat kan. Maar ik weet niet of het goed kan. Lekker! Ik was helemaal vergeten de vorige video af te sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier bij de volgende week. Ik heb hier dus twee douches. Ja, het is wel echt een mooie badkamer.